Auf ihn lassen! Op baan 1 voor de Wolfijn Ambassade, baan 2 voor Nieuwemeer op Paf, baan 3 voor Holmgeveen aan Linda Linkshoff, baan 4 voor de Wolfijn Tessa van Meulen, baan 5 voor PSV Kiki Jongman, baan 6 voor WSV Piet Oude Lempering, baan 7 voor Boerder Jamila van Veen en op baan 8 voor de Heekswering Maaike Issaert. Af! Tessa van Meulen op 100 meter aan de leiding 1:03:42. Tweede tijd voor Jongman 1:05:28. Tessa van Meulen 2:10:72, Eddie Jongman 2:13:84. En dan de derde tijd voor Jamila van Veen 2:18:73. Officiële uitslag staat in beeld, de 2:10:72 van Van Meulen is dus de klokkentijd in serie nummer 4.